Roy was iemand, je kon niet om Roy heen. En dan heb ik het niet over zijn postuur, maar over zijn aanwezigheid. Als Roy ergens was, dan vulde hij de ruimte met zijn aanwezigheid. En hij was bijna altijd heel positief. En goed lachs. Hij bracht een enorme prettige sfeer. Maar hij kon ook soms heel vervelend zijn. En ik ben in 2002 als broekie ben ik hier als stadswethouder begonnen. En wij hadden net, wij kregen kinderen en wij waren op een gegeven moment onderweg. En er was in die tijd wat gedoe met het NP-bureau. Het stadsdeel had een aantal besluiten genomen en dat viel allemaal niet zo goed. En wij waren op een gegeven moment zaten we in de auto en toen werd ik gebeld dat het NP-bureau was bezet op Hoptillen. En dat was door Roy, onder andere. Dus wij zijn meteen rechtsomkeerd hebben we gemaakt, Saskia en ik. En wij zijn naar het NP-bureau gegaan en hebben daar uitgebreid met ze gesproken. En dat was een van mijn eerste echte ervaringen. Ook een beetje een botsing, zeg maar, die ik had met Roy. En in de periode daarna, toen hij politiek actief was, ook voor D66 bijvoorbeeld, toen was ik al weg uit Zuidoost. Toen zat Emil Jentsje, zat toen hier. En ik heb net ook in het condoleanceregister opgeschreven dat ik hem niet alleen maar bedank voor zijn positivisme en voor het grote hart wat hij had voor de Bijlmer. Maar ik heb hem ook bedankt voor de botsingen. En die botsingen die hebben mij duidelijk gemaakt hoe groot de weg is die nog moet worden afgelegd in Zuidoost. Nou, en dat daar heeft hij volgens mij heel erg aan bijgedragen in al die jaren. En ik denk dat dat super belangrijk is. En je ziet nu, ik hoor het van Saskia, hoe de jongere generatie kijkt naar hem en vertrouwen putten uit zijn optreden en zijn voorbeeld. Ja, ik denk dat hij wat dat betreft een onschatbare waarde is geweest.